weinig. Ja, het doet echt veel met je. En vooral omdat je ziet dat het met haar ook zoveel doet. Flex Visit. Het is normaliter een container die wij inzetten voor de huisvesting van festivalgangers. We zien het feit dat de festivalmarkt een beetje op zijn gat ligt, moesten wij gaan omdenken. En toen hebben we bedacht om de container om te bouwen tot een bezoekcontainer. Wij noemen hem de Flex Visit, zodat mensen in zorginstellingen, denk aan ouderen en gehandicapten, alsnog hun bezoek kunnen ontvangen. Hallo! Kijk. We zijn er! Oh, snap je dat, jullie? Ja, want we hebben elkaar wel gezien met zo'n klein televisietje. Ja. Weet je nog, dat doen we iedere dag. Ja. Maar hoe vind je dit? Nou, dit vind ik 10 keer mooier. 10 keer mooier. Sinds 17 maart zijn we dicht voor bezoek. De eerste paar dagen ging het redelijk, want dan teert iedereen nog op de bezoekjes die geweest zijn. Maar nu, naarmate het al langer duurt, ontstaat er onrust en gemis. En ik dacht van, nou die oudjes die zullen wel eenzaam zijn, gezien het feit dat ze geen bezoek kunnen ontvangen. En toen dachten wij hiermee een goede oplossing te hebben. Hoe is dit nou? Ja, het is geweldig. Ja, het is echt zo anders. Hè? We zijn gewoon bij elkaar nou, hè? Tra-la-la-la-la. Het is mooier dan ik gedacht had. Die wand die zie je nauwelijks. Maar dit is ja, heel mooi. Ja. Ja, ik moet zeggen, het is enige is dat ik denk van, oh, hoe lang moet het nog gaan duren dat ik er echt in mijn armen kan houden. Wij kunnen per dag ongeveer 15 verschillende bezoekers ontvangen. Hoe lang blijft de bezoekerscabine staan? Tijdens de gehele coronacrisis blijft die staan. We kunnen wel zo dadelijk een kusje geven. Oh, zo. Snap je? Ja, precies. Hey.